natuurlijk al wel bijna klaar. Nou, mooi. Echt goed. Ja, mag straks nog wel een beetje langer. Dit dan. Ja. Mooi. Ja. Ja, mooi. Mooi, man. Hey mensen. Top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ik had net de dingen even aangezet. Ja, het is nagenoeg klaar. Ik heb net zitten kijken. Maar hier gaan we nou vandaag even niet mee verder. En ook niet met de koepel. Want ik ga eerst even een brandstofpomp van een van die motoren afschroeven. Oeh. Ja, want we kunnen die... die moeten we laten testen. We willen eigenlijk de brandstofpomp testen die nou op de tank gemonteerd zit. Maar ik moet eerst het een en ander opmeten. Want iemand heeft ons aangeboden om die brandstofpomp voor ons te testen. Maar ja, dan moeten we wel even wat inbouwgegevens weten. Dus welke maat die splinebus is bijvoorbeeld. Welke maten de aansluitingen zijn van de verstuiverleidingen. Dus oké, laten we hem even eraf schroeven. Deze is de patiënt. Ja, je kunt er niet zo makkelijk bij, zeg maar. Ik was ook niet van plan om er tussenuit te gaan halen voor dit klusje. Laten we dat maar gewoon zo gaan doen. Bah, poep. Ja, van deze motor weten we echt helemaal niks. Eigenlijk van al die motoren hier, maar deze... Dit is, hier is wel iets mis mee, denk ik. Er is allemaal al aan geschroefd. En deze, die is nieuw. Die doet... Ik niet op gaan staan, eigenlijk, hè? Ja, hij staat er al meteen bovenop. Ach ja, nou ja. Daar zal hij niet veel van leiden, denk ik. Nee. Die motor wil ik toch niet wegdoen. Niet. Reserve voor de tank bijhouden. En dan kunnen we van tevoren nog een mooie staattafel van maken, had ik bedacht. Oh ja. Leg er gewoon een glasplaat bovenop. Hij is ongeveer de goede hoogte. Ik bedoel, iedereen maakt altijd salontafels van die kale V8 blokken. Ja. Dan kunnen wij wel een staattafel maken van een V12 tankmotor. Dat is veel ruiger. Dat is nog gekker, ja. Zo. Zijn er bijna. Dan moet ik alleen even een schroevendraaier halen, want die krijg ik anders niet los. Hop, ben ik weer. Met meer tools. En een bakje. Zou er nog diesel uitkomen? Nee, oh, daar gaat mijn koper geen zin. Nou ja, dat is niet zo erg. Kijk, zo. Dat ruimt snel op. Kijk eens aan, kijk maar.
Die ook. Dat is goed, hè? Hij komt eruit. Ja, ik denk dat ik eerst die leiding nog los moet schroeven. Daar. Daaronder zit nog een leidingje. Het is juist... De schuld van het klemmetje wat we proberen los te maken, dat hij niet past. Zo. Hoppatee. Nou is die leiding in ieder geval los. Ik heb toch niet de indruk dat hij opschuift. Zie jij hem bewegen dan? Nee, ja, omhoog en omlaag een beetje. Ja, dat wel, maar niet naar deze kant, hè? Zo. Deze erbij. Hij wil er nog niet af. Maar nou heeft hij niet zoveel meer te willen, denk ik. Nog niet. Jawel, volgens mij wel. Volgens mij doet hij het. Een beetje spanning erop weer. Beetje wiebelen. Kijk maar eens, heb eens. Zie je dat? Een beetje spanning erop zetten. En wat wiebelen en dan kan hij niet anders dan dat hij het doet. Huppatee, los. Mooi. Ja, maar nu? Nou moet deze er mee tussenuit komen, dat wil die nog niet. Kijk, die. Daar zit hij nog aan vast. Ofwel die leiding daar losschroeven. Daar heb ik eigenlijk geen zin in. Toch denk ik dat dat moet worden. Eigenlijk moet ik gewoon even de bijpassende steeksleutel gaan halen, maar... Ik wil toch eerst even zo geprobeerd te hebben. Is dat raar, is het altijd, hè? Hups. Goed, dan komt hij eruit. Oh ja, kijk je. Dreun, bots, boom. Ja. Lompe lel. Oké. Okay. Volgens mij doet hij echt helemaal niks, deze brandstofpomp. Hier. Draai hem zeg maar zo met de hand. Dat bestaat niet. Al die plunjers zitten gewoon ingedrukt. Garandeerd. Ik denk dat deze motor keilang stilgestaan heeft en dat ze hem hebben geprobeerd aan te slepen of zo, of in ieder geval te starten. Toen heeft hij al de plunjers ingedrukt en zijn ze allemaal ingedrukt blijven staan, denk ik. Want dit
Dit draai ik normaal niet zo soepeltjes rond. Nee, want hier onderin ligt de nokkaas, hier zo. En dan zitten hier allemaal van die stoters zitten erin. En die drukken vervolgens tegen de plunjers. En bij onze motor, van die uit de tank kwam, daar zaten al die stoters, die zaten allemaal vast. Die hebben we los moeten maken met een bandijzer. Dit wordt ook nog een interessante operatie. Ah, wacht, ik zie het al. Onderin liggen allemaal nog onderdelen, joh. Hier. Kijk dan. Zo. Roeren. En zand. Ja, dat ook. Oké. Ja. Ligt die dan grote brandstof op de operatietafel. Meteen eens even kijken, hè. Oei. Hier hadden we eigenlijk onze slagschroevendraaier moeten hebben, maar daar hebben we geen bitjes meer. Ja, dat was zo'n goed gereedschap. Ja, dat ding zelf eigenlijk wel, maar... Nou, ik ben benieuwd. Ik zet mijn geld in dat al die plunjers gewoon ingedrukt zitten. En de vorige keer was onze weddenschap niet zo heel goed gegaan, hè? Even kijken. Ja, ik ben natuurlijk wel erg sterk, maar ik denk niet dat ik die brandstofpomp zo rond kan draaien eigenlijk normaal. Ik weet niet wat dit is. Dit hoort hier helemaal niet op te zetten. Oh? Volgens mij hebben ze dit erbij tussen gedraaid om een of andere reden. Hier hoort een leidingje aan te zitten ook. Zo. Even kijken. Als het goed is, krijgen we hem zo makkelijk heet gestookt, dat moertje. Hoppatee. Nou, hij zit gewoon nog keurig vast. Dan toch een beetje meer geven. Ebbers, kijk eens. Hey, zie je dat? Ja, die was echt gegarandeerd afgebroken. Die. Dat is een lullig M6 draadeindje, dat kan niks. Oh jee, heb ik het alweer klem te lopen nou al. Meer heet stoken. Dat is goed gelukt. Kijk. Kijk aan. Nou, dat ziet er helemaal niet zo slecht uit. Kan dit er nou uit? Ja, zie je. Een smeerleiding of zo.
Dit is toch... Hey, kijk nou joh! Hier! Ze doen het. Ze doen het gewoon. Nou, dat is gek. Nee, deze niet. Jawel, die doet het ook wel. Oh, die komt op een gegeven moment pas aan de beurt. Stalwa! Ja, doe dit gewoon. Rijd gewoon rond. Hey. Ja, zie je, gaat wel. Kijk, daar valt niks tegen. Plop. Helemaal goed. Nou, we moeten hem nog even opmeten en dan kan ik dat doorgeven. En dan kunnen we kijken of die op de testbank past. Want dat is natuurlijk, daar ging het eigenlijk om. Hè? Daarvoor hebben we hem nou eruit gehaald. Dat we in ieder geval deze brandstofpomp kunnen opmeten. Met het idee om straks die uit de tank ook eruit te schroeven. En dat die ook getest kan worden eigenlijk. Ja, als we toch bezig zijn, moeten we deze ook maar meteen doen. Dan weten we ook gelijk of deze goed is. Een brandstofpomp, hè? Hoe werkt dat dan? Je hebt onderin zit dus de nokas. En een nok, dat is zeg maar zo'n ding. Dit is een as, deze ook. Die draait rond en die nok die is hier, zie je, is hier hoger dan daar. En die nok die drukt eigenlijk tegen een plunjertje aan. Zo, er zit een veertje bovenin en dit zit zo en dan zit hier boven zit een kogeltje met een veertje. Dat is eigenlijk gewoon een terugslagklepje, die sluit hier die aanboring eigenlijk af. En vervolgens zit er hier zo, daar zit een aanboringje. Twee kleuren tekenen, hè? Dan is het meteen mooi ook. Pak ik groen voor diesel, hè? Zo. Daar gaat de diesel erin. Deze as draait rond. Dit plunjertje beweegt zeg maar zo. Zo op en neer. En wat hij eigenlijk steeds doet, als hij naar beneden gaat, dan gaat hier dus diesel in. En als hij naar boven gaat, dan drukt hij de diesel weg door het terugslagklepje, door de leiding naar de verstuiver. Hè. De verstuiver die zit dan zo, dus leiding, hier de verstuiver. En daar komt die spuit de diesel in de verbrandingskamer. Oké. Dit is eigenlijk een beetje heel globaal hoe zo'n brandstofpomp eigenlijk werkt. Maar ja, er zit dus ook nog een gashendel op, hè, hebben we net verteld. En hoe werkt dat dan? Want ja, dit kan eigenlijk, de opbrengst is natuurlijk eigenlijk vastgesteld door de slag en de boring natuurlijk. Nou, wat kun je aanpassen? Ja, de boring die kan je eigenlijk niet echt aanpassen. Maar de effectieve slag die kan je wel aanpassen namelijk. En hoe hebben ze dat nou gedaan? Dat hebben ze opgelost door die plunjertjes eigenlijk te verdraaien. En als je zo'n plunjer pakt, ik heb hier gewoon een stuk aluminium. En dan moet je het eigenlijk zo zien. Nou, dus wat hebben ze nou gedaan? Die plunjertjes die zijn verstelbaar en die hebben een soort van sparing zit daarin. En die ziet er eigenlijk een beetje als volgt uit. Ik zal hem hier op tekenen. Zo. Zo, en dan met een cape, zo. Zo zit dat. Dit is eigenlijk een stuk wat eruit gehaald is uit die plunjer. En je moet je voorstellen, dit is de aanboring, die komt zo aan. En als die plunjer zeg maar zo zit... nou, let op, die plunger gaat naar boven toe. Die is nu diesel aan het wegpompen.
door de terugslagklep, wegpompen, pompen, 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 tot daar. Ja, en nou zit die aanboring, die zit in die kamer die daar zit, zeg maar. Dus dan schiet die olie eigenlijk, of die diesel, die schiet weg. Hij kan geen druk meer opbouwen. Want zolang dat hij, zeg maar, de aanboring afsluit, ja, dan is die diesel aan het wegpompen. Maar zo gauw dat die aanboring hier terug open gaat, hè, om het zo maar te zeggen, ja, dan kan hij geen druk meer opbouwen, dus dan heeft hij zijn effectieve slag gehad. Nou zie je, doordat die kamer, zeg maar, zo'n vorm heeft, kijk, zo, op dit moment heeft hij een hele kleine effectieve slag. Zie je dat? Nu doet hij nog niks, hij sluit de aanboring af, nu begint die diesel te verpompen, tot hij hier voorbij die rand komt weer, en dan vervolgens valt de druk weer weg. En dan doet hij niks meer. Dus naarmate hij zo verdraaid wordt, zeg maar, is die slag steeds groter. Dus op die manier regelt hij zijn opbrengst. Nou, hebben de oplettende kijkers nog gezien dat hier ook nog een sparing zit, die helemaal tot aan boven toe loopt. Dat is nul last. Op het moment dat hij hier staat, zeg maar, dan doet hij helemaal niks meer, die brandstofpomp. En dan kan die plunger bewegen wat hij wil, maar hij zal geen diesel meer wegpompen. Dus wat hij eigenlijk doet, is dus gewoon door die plungers te verdraaien, kan hij die opbrengst bepalen. Nou, als we dan even bovenop die brandstofpomp kijken, ik maak er geen 12 cilinder van, we maken er gewoon zo. Hier zitten die plungertjes allemaal en daar zitten vervolgens zitten daar van die tandwieltjes op. Zo. En hier zit dan een tandheugeltje. Zo. Zo. Dat is mooi getekend, zeg. Mm-hmm. En eigenlijk als je die tandheugel zo op en neer beweegt, dan draai je al die plungertjes met z'n allen tegelijk mooi in de maat, zeg maar. En kun je die opbrengst dus bepalen. Nou, dan zou je zeggen van, dat is mooi. En dan doe je hier meteen je gashendel aan om dit te bedienen. Zo werkt het dan weer net niet helemaal. Er zit een governorsysteem eerst nog tussen. En governorsysteem, poets dit even weg. Dat is mijn poetsdoek, kom hier. Governor systeem is eigenlijk een heel mooi dingetje. Dat is echt, je ziet het ook gewoon op grasmaaier, motortjes en zo. Wat er eigenlijk gebeurt, het werkt op centrifugaalkracht. Er zitten gewichtjes in, die worden door het toerental naar buiten geslingerd. Dus eigenlijk als de motor in toeren stijgt, gaan die gewichtjes naar buiten. En wat die eigenlijk doen is, die doen eigenlijk de gashendel dicht. Dus op het moment dat jij op een bepaalde stand zet, dan zal die motor proberen op hetzelfde toerental te blijven draaien. Dat is heel erg handig voor stationaire toepassingen ook bijvoorbeeld. Want als jij een motor dan meer gaat belasten, dan begint hij automatisch gas bij te geven om dat toerental gewoon maar vast te houden. Op het moment dat je bijvoorbeeld last wegneemt, dan zal hij zelf gas terugnemen om weer terug op zijn afgestelde toerental te komen. Ja, en dat is eigenlijk een redelijk eenvoudig systeem. Dat kan op verschillende manieren werken. Bijvoorbeeld bij stoommachines en zo zie je het ooit ook nog wel eens. Als je daar hangt, dat ziet er dan mooier uit. Hè? Dan hangen daar van die kogels, van die slingers en het draait dan rond. Nou, eigenlijk, je moet het zo zien, met die slingers dan is het zo. Er zijn gewoon van die kogels en die worden zo rondgeslingerd. Wat die doen, die willen eigenlijk zo naar buiten worden geslingerd. En dan kan dat scharnier op de opgehangen zitten, bijvoorbeeld zo. Even kijken hoe we dat een beetje makkelijk kunnen tekenen. Dit wordt een beetje dan een gewikkeld tekeningetje. Ik teken hem even simpel, want anders wordt het veel te moeilijk. We doen het in minder fancy-pansy. Je moet je zien, dit zijn kogeltjes. En die kogeltjes die zitten zo. Die zitten in een konische ring. En zo. En dit is de as waar dat hij op draait eigenlijk als het ware. Hè? Dit is een as. Die as die wordt rondgedraaid. Die kogeltjes die worden ook rondgeslingerd. Dus die kogeltjes die worden eigenlijk naar buiten geslingerd. Dus wat er gebeurt, die drukken eigenlijk deze ring. Hè? Die konische ring, die drukken ze eigenlijk die kant op. Hè? Want op het moment dat die kogels naar buiten gaan, moet die ring die kant op gedrukt worden. En dan zit vervolgens hier, daar zit een hendel aan, hè, die zeg maar
Zo. Snap je? Dus deze ring die schuift opzij en weg beestje, dat doet niet mee met mijn tekening. En doordat die ring zeg maar naar die kant wordt geschoven, drukt hij eigenlijk die hendel zo. En aan deze hendel zit een veer. En hieraan, hier zit je gashendel. Dus op het moment dat jij zeg maar gas wil geven, dan ga je hier aan trekken eigenlijk. Dus dan die veerdruk die je hier ziet, die wil eigenlijk deze hendel zo drukken. Terwijl die kogeltjes die willen juist die, ja, die willen juist de andere kant op drukken. Snap je het een beetje of niet, Tom? Een beetje. Het is een beetje een redelijk simpel systeempje, maar het is toch wel, er zitten best wel veel onderdeeltjes, veel piefjes en pafjes aan. Ja, precies. Ik teken het even en dan dadelijk zullen we het nog even één keer heel snel gewoon kort uitleggen, denk ik. Ja. Deze hendel, die zit eigenlijk aan die tandheugel, deze. Dit ding. Ja? Dus dit wat je hier ziet, deze is die regelt dus de opbrengst. Dit is je gaspedaal in dit geval, bij de tank dan. Nou, je moet het zo zien, op het moment dat de motor dus niet draait, dan staat die vol gas. Want die kogels die liggen helemaal naar binnen en deze is helemaal zo getrokken, dus die staat echt, die staat vol gas. Ja, zo, dat is meer gas. Meer gas, die kant. Oké. Okay. Yes? Oké. Okay. Motor staat nu stil. We geven eigenlijk geen gas. Motor staat helemaal maximaal vol gas. Dus als je motor stillegt, dieselmotor, dan staat die vol gas. En dat is ook de reden waarom dat zo'n motor op een gegeven moment wel eens een runaway kan krijgen. Als die lange tijd heeft stilgestaan. Want dan kan dit mechanisme vastzitten. Staan die plunjers allemaal in de maximale stand. Dan ga je hem starten en dan slaat hij aan. En dan is het mee. En dan moet je gauw de inlaten dicht houden. Of alvast klaar gaan staan om de drijfstangen op te vangen. Dus. Maar wat gebeurt er nou? Laten we even vanuit gaan. Deze motor is wel goed. Dit systeem zit niet vastgeroest. Dit werkt allemaal gewoon goed. Vervolgens geef je dus geen gas. Je gaat de motor starten. Op dat moment gaat die, deze as gaat dus draaien. Hè? Want dit is de as van de brandstofpomp ook. Die gaat draaien. Die kogels die gaan naar buiten. En wat hij eigenlijk dus gaat doen, doordat die kogels naar buiten gaan, gaat deze hendel die je hier ziet, die gaat zo. Die gaat eigenlijk de gas dicht duwen. Ja? Nou, dat willen we niet. We willen juist wel gas geven. Dus we gaan tegen deze hendel aandrukken. Dus deze hendel gaat zo. Die trekt hier die veer, hop, die trekt die veer aan. Dus op het moment dat die kogels naar buiten willen, die moeten tegen die veerdruk inwerken als het ware. Dus nou, we hebben het gas in een bepaalde stand staan, die motor slaat aan. Dus die hendel die zet ze neigen tot die in een bepaald evenwicht is. En dat evenwicht, dat is dus tussen die kogels die naar buiten geslingerd willen worden en die veer die hier aan trekt, zeg maar. En die eigenlijk, die optelsom van die twee dingen, dus die trekkracht van die veer en die zet de veerkracht van die kogels, of het kunnen ook gewoon gewichtjes zijn die naar buiten scharnieren. Er zijn verschillende principes hoe je dit kan maken natuurlijk. Maar eigenlijk de optelsom van die krachten, ja, dat resulteert zeg maar in een bepaalde positie van die plunjers. Nou kun je je voorstellen, we hebben die gas in een bepaalde positie vaststaan. En we hebben een tank, hè, dus die tank die is aan het rijden, een bepaalde snelheid. En op een gegeven moment dan moet hij een heuvel op gaan rijden. Dus wat gebeurt er? Die motor, dat toertal, dat begint eigenlijk te zakken. Want ja, er moet meer vermogen worden geleverd. Dus die zak kakt eigenlijk in. Nou, op dat moment gaan die kogels dus eigenlijk naar binnen. En daardoor gaat deze gaat meer gas geven. Dus hij zal meer gas gaan geven. Dus hij gaat toch om dat toertal gewoon vast te blijven houden. Dus dat is eigenlijk gewoon een stationair systeem. Grasmaaiers en zo gebruiken ditzelfde systeem. Het is niet zo heel spannend. Maar ja, het belangrijkste gegeven is dus eigenlijk die veerkracht die hier zit. En die centrifugaalkracht van die kogels. En eigenlijk de optelsom daarvan, dat bepaalt de positie van, ja, in dit geval de plunjers. Maar dat kan dus ook aan de carburateur zitten. Hè? Bij een grasmaaier zit er natuurlijk geen
ja, geen verstuiver, of tenminste geen brandstofplungers, maar dat is gewoon een carburateurtje. Maar daar werkt het ook zo bij. Oké. Okay. Ja, dus jij zei eigenlijk wel, ik weet er het fijne niet van, maar eigenlijk weet je er op zich best wel het fijne van. Nou ja, ja, van de governance-systeem en zo. Maar er zit nog wel meer in allemaal, hoor, in zo'n brandstofpomp natuurlijk. Dat is niet het enige. Maar goed. Okay. Ik vind het een duidelijk verhaal wel. Ja, maar... Ja, ja. Ja, mooi. Oké, okay, goed. Okay. Laten we verder gaan dan. Shibama, Sepp. Laat hem even meten. Ik verwacht dat het gewoon metrisch is allemaal, dit. Ah, ik denk dat niet... Oh, wacht. Ah, 14. Kan toch wel dan. Ja. Oké. Okay. Eens even kijken. Dit zou het wel kunnen zijn. Even de spoed meten. We hebben daar van die draadkammetjes voor, maar het kan natuurlijk ook gewoon met die draadveilen. En 14 keer 1,5 zou het kunnen zijn. Als dat een maat is. Het zou ook BSP kunnen zijn of zo. Hier, kijk dan. Dat is hem toch gewoon, hè? Lijkt mij van wel, ja. Gewoon M14 keer 1,5, dus het is echt niks bijzonders. Oké, nou mooi, dat is in ieder geval één aansluiting. Maar nou dit gebakje, hè? Ja, dit is spannender, denk ik dan. Ja, dan moeten we eens even kijken, want ik denk dat dit er helemaal af moet. En dat we deze asstomp eraf moeten halen. Die komt natuurlijk gewoon een as uit. Die is waarschijnlijk ofwel konisch. Maar in ieder geval een asje met een spiebaan, hoop ik. Ja, volgens mij willen ze daar de adapter opzetten naar hun testbank. Dus dan moet dit ding er ook af. Ja, ja. Ja, ja. 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 Mag ik ook eens even kijken? Ja, ik zie niks, hoor. Oh, nee. Nou. Ik doe maar interessant, maar ik zie ook niks eigenlijk. Ik weet niet hoe dit ding eraf moet. Meestal is heetst ook het antwoord op die vraag. Ik weet niet of het dan nou ook zo is. Ja, dat weet ik niet of we dat nou moeten doen. I think it not so. I'm not sure, but ik denk dat die er wel af moet kunnen, eigenlijk zo. Ik weet ook niet of dat die... Er zit nog niet veel beweging in. Het is ook een beetje spannend, want ik weet ook niet hoe dit in elkaar zit. Hè? Het is altijd een beetje jammer als je naar de rand, zeg maar, als je alles kapot geslagen hebt, dat je dan erachter komt dat het toch eigenlijk net even anders in elkaar zat. Stoken, want dit is een soort van, kijk hier. Dit is geen staal. Kijk, je ziet hier nog een spline zitten. Mm-hmm. Dit is de stalen bus, maar dit hier... Dat is een soort van bakeliet of zo, of in ieder geval een soort van composietmateriaal. Een soort kunststofachtig spul. In ieder geval geen staal, dat gaat sowieso wel kapot als je dit heet stookt. Dit moet gewoon zo uit elkaar komen, denk ik. En, ik heb ook dit gezien. Kijk hier. Oeh. Daar zit hij met een borgschroefje, zit die tandbus vast. En ik zie daar nog zo'nzelfde borgschroefje, zie je het? Daar zit er ook eentje. Dus het lijkt wel dat hier ook zo'nzelfde soort splinebus in zit. Dus zou die eigenlijk gewoon eruit moeten kunnen schuiven. Dit.
Moet alleen nog een schroevendraaier hebben die past. Deze gaat ook al niet tussen. Misschien een beetje. Kijk eens. Zie je het? Huppatee, kijk. Nou, dat is goed gelukt. Oh, dat is de veer in. Je ruikt een beetje raar, hè? Dit ruikt naar van die oude printplaten. Waarschijnlijk is het ook gewoon hetzelfde materiaal. Lekker. Okay. Het is anders als bij wat op de tank zit, dit. Want daar zit hier volgens mij, ik denk deze, of die andere, maar in ieder geval één heeft zo'n beetje een zo'n gedraaide spline. Want die is namelijk verstelbaar door de positie van, ja, dat is hier. Door de positie van deze bus te veranderen, zeg maar. Of die zo zit, of hij zit zo, zeg maar, dan verdraait die pomp een heel klein beetje. En dat is dus die zomer- en winterstand. Daarom zit hier ook die veer in. Dus het is een beetje, ja, ik weet niet waarom die veer hier zit. Ik denk om de gerammel uit die bus eruit te drukken. Ik denk dat ze van zulke veren wel hier en daar meer in die tank hadden kunnen zitten. Zeker. Over gerammel van bussen gesproken. Kan je nou dit ding uit elkaar dan? Beitel. Hey. Nou, kijk of dit los wil. Ja. Wilt die wel? Oeh, die is nog gaaf. Woe! Oké. Plop, een borgringetje. Maar dan nu, hè? Dan moeten we even kijken, want. Ik weet niet zeker of er een spline op zit. Als we hem nou eraf halen, dan weten we dadelijk niks meer, natuurlijk, hè? Misschien alvast beginnen met kijken hoe die nou zit. Kijk, daar is de mul, zie je wel? Ja. Dat is hem. Oké, nou, zet hem daar op. Dan hopelijk dat hij een beetje makkelijker af wil, want dat is ook nog zoiets. Dat is ook nog niet gezegd. Ja, dit ding komt er zomaar niet af. Oké, laat het eerst zo proberen. Wacht, hij ligt er nou op volgens mij ook. Dat is ook niet erg handig natuurlijk, hè. Zo. Yeah. Hier. Ik kan hem hier heet stoken. Met de adductor. Hier gewoon op die ring. En dan gaat die hitte wel mijn geleiding wel snel daar naartoe. Dat moet wel kunnen zonder dat we hem... Zonder dat we echt gelijk met een brander erop gaan zitten. Want hier zit natuurlijk een afdichting in. Hè? Daar zit een kering.
Die willen we natuurlijk echt niet kapot hebben. Kijk. Oké, ik ben benieuwd. We hebben er even een spoel omheen gezet. En ik zet er al een beetje spanning op. Nou, laten we hem even heet stoken en dan kijken wat er gebeurt. Misschien dat hij er zo afplopt. Eens kijken. Oh ja, dat bedoel ik. Misschien hadden we het daar ook niet eens voor hoeven heet stoken. Hé, maar net wat ik dacht, kijk, er zit gewoon een spline. Dus het is allemaal leuk en aardig dat we net gekeken hebben hoe die stond. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Nou, perfect. Hoe warm dit ding is. Dat is lekker op temperatuur. Zo. Hier zit die kering, zie je dat, waar ik het over had? Nou, zo. Dat is natuurlijk gewoon rubber. Nog steeds goed warm, ja. Ah, die as is 25 en dan loopt die iconisch toe. Oké. Mooi. Dan hebben we volgens mij alle gegevens die ze nodig hebben om hem op de brandstofpompen testbank te fitten. Ja, mooi. Huppatee. Zetten we dit er gewoon losjes terug op. Zo, het hoeft niet echt vast. Dit is maar dat we onderdelen niet kwijtraken. Ja, daar zit er nog eentje. Oh. Ja, de brandstofpomp die hebben we nou, maar daarmee hebben we natuurlijk nog niet alle onderdeeltjes van het brandstofsysteem. We willen ook nog verstuivers hebben en die zitten hier onder de klepdeksels. Dus laten we die ook alvast open schroeven. Dan even kijken hoe ver we ermee komen. Ik weet niet of ze er vandaag nog uit krijgen, want we zitten al een beetje aan het eind van de dag stiekem. Hè? Oeh. Ja, dat gaat snel. Oké. Ja. Nou gaat hij eraf. Eens kijken, want ik heb ook nog niet ingekeken in die motor. Oeh. Oh, maar kijk eens hier. Zie je dat? What the fuckers. Hier is echt, hier, die motor is echt, die hebben ze echt zomaar losjes in elkaar gezet. Zie je dat? Hier, dit zit gewoon helemaal niet dicht. Die nokkenassen, die staan hier gewoon, die schaal zit, ja, gelukkig zit de schaal erbij, maar hier, die is helemaal los. Vraag me af wat er met deze motor is. Oké. Okay. Uh-oh, dan krijgen we nog steeds niet eruit. Dat is een mooi gereedschapsbak. Dus even zien. En ook een mooie lange kap. Ja, dat ook al. Ja, ook. Ja hoor, we gaan gewoon los. Daar valt niks tegen. Valt eigenlijk allemaal niet zo tegen. Nee. Nee. Nou, als het allemaal zo goed mee zit, dan hadden we eerst deze motor maar even moeten starten. Ja. Hè? Om te kijken of die het doet. Misschien dat het ook nog wel had gelukt. Zo. Nou, kijken of hij eruit wil. Komt hij al, kijk maar. Plop. Oh, even kijken. Bah! Oh. Hij kan er niet tussenuit.
Dan moeten we de motor draaien, maar ja, dat is niet gebeurd, zeg maar. Deze motor zit volgens mij vast. Dat zit niet altijd alles mee dan. Moeten de nokkassen los gaan draaien? Oh nee! Daar hoeft... Dan mag je hem draaien zo. Ja, als die nokkas wat kan... Nee, maar hij is hier is hij helemaal uit zijn zadel, hè. Dus als hij los is uit je vertanding, dan kan ik die nokkassen gewoon draaien, maar... Ik denk dat dat net niet wordt. Wat niks tegen deze. Hup, draai ze zo los. Wat een feest, joh. Moet je 10 meter niet kwijtmaken, dan moeten we een nieuwe draaien. Kijk. Hartstikke idee. Poeh. Oh, komt daar nou water uit? Motorolie. Toch? Troep zit daarin, joh. Kijk dan daar. Is die motor op... Is die motor op roest gelopen? Hmm. Kijk. Vind ik toch wel bijzonder. Eigenlijk alles aan die tank en aan de motorblok zit allemaal geborgd met draadjes en van die borgplaatjes en alles. En dan die verstuivers die zitten dan vast met van die platkopgevallen. Die eigenlijk maar nauwelijks echt vastzitten en die zitten ook niet geborgd. Dat is toch wel bijzonder. Niet joh. Merkwaardige moertjes. Nou, gelukkig zit ze niet zo vast, want anders dan kregen ze echt voor meer mogelijkheid los. Dan braken die stukken allemaal af, ben ik bang. Vreemde prioriteiten dan toch gesteld. Ja, nou ja. Hey, ze zullen erover nagedacht hebben, want ze hebben die motoren echt keilang gebouwd. Dus er zal toch wel iets goed aan zijn, denk ik. Ja, dit ontwerp van deze motoren is ook echt al oud. Deze heb ik gewoon nog in de T34 gelegen en ook in de KV1 volgens mij. En naderhand ook nog in de T72, dan wel met een turbo hop of zo van G-lader. Wat is dat? Ja, zo'n drukvulling. Dus, maar die werkt, ik geloof dat het een zo'n turbocharger is of zo, maar niet, niet op de uitlaat. Deze kan ik zo pakken. Nee, die niet. Ik fijn. Zo. Blip. Nog eentje. Die zit vast. Hij is nog steeds. Hij is eigenlijk is hij los, maar toch niet echt. Plot. Zo. Hey. Wat zie je? Nou, ik dacht oh, hoorde iets, hè? Ja. Ik ging iets onderuit, dacht ik. Ja, dan moeten we gewoon die nokkassen eraf halen. Dan zijn we er. Dat is zo gebeurd ook. Die ploppen er zo uit. Ze zitten ook niet eens echt vast meer. Je kunt het gerust losmaken. We hebben zo'n motor al vaker op tijd gezet ondertussen. Deze. Huppatee. Deze is even netjes op volgorde daar. Nou, met alleen deze nog. Echt, dit motorblok staat echt... Die hebben ze gewoon losjes in elkaar gezet. Kijk, zelfs de steunen waar dat... hier. Nou. Waar de nokkassen op liggen, die zijn ook niet vast. Hier, die moertjes die ik zo ronddraai met mijn vinger. Hier. Is dat waar? Deze motor is echt bedoeld als opknapper of zo. Of als sloper misschien wel. Nou, die er nog af.
Hij wil. Komen er wel hier. Als ik hem nou gewoon kan draaien. Hebben ze. Waar loopt hij nou tegenaan? En die even zo zetten. Kijk, nou kan alles eruit. Huppatee. Ik denk niet dat hij nog helemaal op tijd staat nu. Nee. Maakt niet uit. Hebbes. Oh, erg. Het is helemaal vol met zut. Nu is een klein beetje mijn kant opdraaien, zo. Ja. Niet erg fris. Om maar te zeggen. Oké, maar die is er in ieder geval uit. En nou kan deze er ook uit. Hup. Zo. Nou hebben we alleen hier nog eentje. Dan moeten we hem weer even draaien. Even. Niet zoveel uit als het die kant op. Zo. Dat is goed zo. Huppatee. Klaar. Nou kan die er ook uit. Nou hebben ze dan van deze kant er allemaal uit. Tjak, hebben ze. Nou, mooi. Dat zijn ze. Oké. Leggen we deze er weer op. Zo. Zo. Die is weer dicht. Goed genoeg. Mooi. Oké, okay, mooi. Dat zijn ze dan, hè? Ja. Dat is wel echt een boel troep uit. Het is gek. Komt dat daar? Er zaten eigenlijk wel leidingen op, maar dit is echt, ziet er niet fris uit. Deze die kunnen we echt al eerst eventjes serieus schoonmaken, denk ik, voordat we er iets mee kunnen. Zo, we zijn ondertussen aangekomen bij het einde van deze vlog. Ik heb de telefoon al in de hand, want we gaan even natuurlijk de comments doen en daarna de English summary. Ja. Ik heb hier de comments van Tank Loaders Hatch Monteren. Vlog nummer 364. Staat bovenaan Matthijs Kok. Wat ervaring met die kogelbanen. Daar moet veel meer vet in. Bij de montage hebben ze een adapter die op dat gat gaat en nadat alle kogels erin zitten, draaien ze het rond terwijl ze er vet in duwen. In die hatches gaan minstens 2 tubes vet. In die koepelring vele liters. Het is echt als een normaal smeerpunt. Vet erin tot het eruit komt aan alle kanten. Nu is er veel ruimte voor troep. Hey, ja, dat klopt, Matthijs. Inderdaad, we hebben net hetzelfde als bij de tank zelf, bij de aandrijving en zo, we hebben ook heel veel componenten met vet gemonteerd die naar de rand nog doorgesmeerd moeten worden. En dat geldt voor deze onderdelen ook. Er zit zelfs op deze bijvoorbeeld, op de hatch, daar zit er een vetnippel aansluiting. Even kijken, ik kan hem even open doen. Hij is trouwens gewoon open. Huppatee. Op, zo. Oh. Nou, de sleutel blijft hangen. Kijk daar. Daar kan een vetnippel in. Daar zit nu een boutje in met een verzonken kop. Maar dat is gewoon een draadgat puur alleen om te smeren. Dus wij monteren alle onderdelen inderdaad gewoon met vet. Dan kwasten we alle onderdelen goed in met vet. Zodat het mooi soepel monteert en dat er overal vet in zit. Daarna dan smeren we de boel nog even door natuurlijk. Dus dat moet nog gebeuren. Dus dat is goed opgemerkt inderdaad. Matthijs Verburg die zegt: hey Master Milo, ik vind die betonmolen een supergoed idee en volgens mij werkt het ook prima, maar is het een idee om hem iets verder weg van de opening te zetten? Nu is het in de video een vrij storend achtergrondgeluid. Alvast bedankt. Ja, dus we hadden misschien wel even de deur dicht kunnen doen. Ja, het ding rammelt wel. Maar ik moet wel even bij zeggen dat van de elektromotor die erin zit, dus het koelkapje is eraf en die ventilator is ook deels kapot.
Dus die koeling werkt helemaal niet meer. Dus we laten hem eigenlijk met korte pozen laten hem steeds draaien. Het is een beetje vervelend. Ik denk dat hij vooral steeds aanstond op het moment dat we aan het filmen waren, denk ik. Dus dat moeten we misschien even iets beter inplannen. Nou, vandaag heeft hij ook weer even een paar keer gedraaid, maar niet heel lang eigenlijk. De onderdelen zijn ook best ver goed eigenlijk. Dus ik denk dat we ze nu eigenlijk het laatste werk gewoon in de straalkabine moeten afwegen. Laatste restjes eraf stralen. En dan zijn ze klaar om naar de verzinkerij te gaan. En want we hebben die onderdelen ook nodig om een heleboel dingen op te bouwen en zo. Er zijn echt een heleboel dingetjes die we eigenlijk zo in elkaar kunnen schroeven. Maar dat kan gewoon nog niet, omdat we die onderdelen nog niet hebben. Theo zegt, weet je wat? We zetten de speciemolen aan en we laten de deur openstaan. Staan we de hele dag in de herrie. Man, man, man. Ja, dat is zo. Hè? In de werkplaats daar heb je wel eens geluid. Maar het is wel een gerammel, maar het is niet direct een echt heel storend geluid of zo. Nee. Het is niet heel hard of zo. Dat valt wel mee. Maar goed. Ik kan me voorstellen dat het inderdaad in de video niet altijd een even prettig geluid is. Ja. Ja, de microfoon pakt het ook, lijkt wel wat harder op. Ja, daarom. Moet er beter rekening mee houden, denk ik. Het is ook zo, wat ik net al zei, we zijn ook ver klaar met die onderdelen trommelen. Dus ik denk niet dat hij nog veel aan hoeft te staan. Oké, we hebben nog meer comments natuurlijk. We hadden ook nog een helpdesk. Vastgeroeste motor losmaken. Hoe doe je dat? Patriot Nederland, die zegt, ben benieuwd naar het resultaat bij hem. Emiel, kun je dat ook eens doen, dat degene die een vraag stelt ook laat zien wat het geworden is na een antwoord van jullie? Ja, natuurlijk. Laten zien is een beetje moeilijk natuurlijk, want dan zouden we weer een video moeten posten. Dat is niet heel handig, want dan zou dan weer een aparte video worden op YouTube. Maar wat we wel doen, als we een reactie krijgen van de vraagsteller, dan zetten we die comment vast onder de video. Dus dan heb je een pinned comment, zoals dat dan heet. Dus dan kun je zien wat het resultaat was, of dat geholpen heeft, of dat misschien op een andere manier is opgelost uiteindelijk. Dus voor de vraagstellers, zet even een comment onder de video met of dat het probleem is opgelost. Duncan van der Heul. Kun je niet in dat gat waar die bout zit tijdelijk een geleidebus zetten en door die geleidebus heen boren? Hey, dat is inderdaad een goed idee, ja. Ja, we zeiden, daar zat een, ik leg het probleem nog even uit. Je had inderdaad een gat en onder in het gat daar zat een stuk van afgebroken draadeind. Maar het materiaal om het draadeind heen was aluminium en het draadeind was staal. Dus op het moment dat je daar doorheen wil boren, dan gaat natuurlijk die boor zoeken. En ja, dan is de kans groot dat die boor opzij kruipt. Dus zagen we daar niet als een heel makkelijke oplossing, zeg maar. Wat wij als oplossing hadden gegeven was inderdaad om hem wel in te boren en dan een torx in te slaan. Maar voordat je hem gaat boren, goed centeren, zodat die boor niet zijn weg kan zoeken. Maar als je er inderdaad een boorbus in kan zetten, bijvoorbeeld, want er zijn speciale boorbusjes, hè, zijn er. Dat is echt van het speciale harde staal, dat wordt gebruikt om boormalletjes te maken. Dus dat is eigenlijk gewoon een boormal, is bij wijze van spreken gewoon een plaat, waar dat dan een aantal van die boorbussen in zitten. Nou, die plaat die kan je dan op jouw werkstuk leggen en dan hoef je niks af te meten. Je kunt gewoon door die boorbussen heen boren, door je werkstuk, en dan zitten de gaten altijd precies dezelfde plek. Maar zo'n boorbusje die kan je natuurlijk ook in de gat zetten. Dus een slim idee is dat. Soul Dragline fan. Die zegt, oude bout gebruiken, die in de draaibank inboren en als centreer gebruiken. Ja, cel-like is die boorbus, ja. Dan ben je altijd in center van je bout en hoef je niet bang te zijn om het blok te beschadigen. Zuiger verwijder ik met cola en gelijk naar beneden losslaan met een stuk hout. Inderdaad, wanneer nodig dan er boven schoonmaken en naar boven eruit. Ja, dat is exact ook wat we ook zeiden, naar beneden slaan. Ja, en ook het uitboren, ja. Ja, ik zou het inderdaad eerst gewoon proberen met een stukje, ja, of een oude bout of een stukje staf, asmateriaal of zo, waar je even doorheen boort. En inderdaad, in een draaibank, dan is hij mooi in het hart. Dat zijn een boel goede ideeën. Dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken met het motorblokje. Wat zei je nou? Cola? Cola, ja. Ja, cola, dat werkt ook schijnbaar wel goed tegen roest. Ik moet zeggen, ik heb er helemaal geen ervaring mee. Ik heb dat nooit geprobeerd of zo. Maar ik heb daar wel vaker allerlei verhalen over gehoord. Dus,
Dat zou ik zeker proberen. Ik bedoel, je hebt niet veel te verliezen. Nee. Hè? Ik bedoel, scheutje cola, dat zijn niet de kosten. We hadden volgens mij nog een postvlog, denk ik. Ja, zelfs. Ook, ja, ja. Postvlog, ja, ja. MDF Trasher, die zegt, een tractor is een landbouwvoertuig, een trekker een rukker. Haha, Erik, waar ben je? Hoor je het? Ik hoop dat je de vlog kijkt. Arco van Rijsbergen. Het staat Arco Rijsbergen van, maar ik denk dat het van Rijsbergen is, hè. Beste Master Milo team, als jullie ooit eens een mooi fort willen bezoeken, dan is Fort Eben Eemijl zeker de moeite waard. Dit fort werd als een oninneembaar geacht, maar werd door de valschermjegers zeer snel uitgeschakeld in een geheime operatie aan het begin van het invallen van België. Oh ja, die zijn op dat fort geland, geloof ik, ja, die parachutisten. Daar heb ik wel eens iets van gehoord, ja. Hey. Zeer imposant en je hoeft niet naar de Maginot-linie om mooie intrekbare geschutskoepels te zien. Dit fort ligt tussen Luik en Maastricht aan het Albertkanaal. Ik ben er al meerdere keren geweest. Groeten, Arco. Oké, okay. Nou, dat is een aanrader als je dus een mooi fort wil zien. Fort Eben E. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Eben Eemijl. Eemijl? Geen nooit van woord. Ja, de naam heb ik ooit horen vallen en ik weet ook dat de Duitsers een keer een fort hebben ingenomen aan het begin van de oorlog door met parachutisten erop te landen, dus dat zal dit wel zijn. Maar. David Gray, watching from Australia, subtitles would be fantastic. Nou, well excellent. This is the last comment of the comment section. And now we are going to do the English summary. Of course, for the post vlog, it would be a very long subtitling work to apply subtitles there, of course, because it's a lot of talking all the time. But we do the English summary for the vlog of today. So, okay, today we started working on the fuel pump. Well, disassembling the fuel pump from a spare engine we have in the warehouse, because the tank still produces a lot of smoke and we suspect the fuel system maybe some well not correctly how do you say adjusted. So we want to have the fuel pump and also the injectors tested to see if they are well in good condition and if they're adjusted in the right way. But if we disassemble the pump of the tank, it will be immobilized. That's not ideal, of course. You have to fit the pump on some kind of testing bench. And some dimensions are important, of course. For example, these ones. That's for here are the fuel lines toward the injectors. So this size is important, and also the size of the shaft, because they have to get the pump turning in order to get it working, of course. So therefore, decided to disassemble the pump of this engine in the warehouse, because that engine is it's not runner. We have no clue what's with it, but it looks like they have been working on it. A lot of parts are disassembled and assembled pretty quickly, just by hand tightened and stuff like that. So probably there's something really wrong with this engine. But it has the same fuel pump, and therefore we choose to take this one off to measure it and to see if the testing facility has all the required adapters to fit this on the testing bench. When we took this thing off, we explained a bit about how the fuel pump works. Of course, we have done that before when we were working on the fuel pump of the tank. But it's a pretty simple system. In the bottom you have this camshaft, and this camshaft just presses
the plungers, which are in this body. And if the plunger is pushed upward, the fuel above the plunger is pressed away through a check valve through the fuel line toward the injector. Then on this side we have a governor system, and the governor system is a mechanic system, and it controls the position of the plungers, because the position of the plungers they will affect the fuel output of the pump. Well, that has to do with some kind of flow port inside the cylinder body of the piston. And you have to see it like this. The flow port is shut by the piston. So as long as the fuel port is shut, the piston is pressing fuel away through the check valve. But then there is this like a shape is machined in the piston body, and that shape it opens the check of the flow port. So as soon as this gap passes the flow port, it stops giving fuel. So by rotating the pistons, you can affect this output. Well, then the governor system, it works with some centrifugal weights. The same as a washing machine. Centrifugal. Fugal? I don't know. But it's like if you swinging it around, it's forced outside, right? Yeah. So yes. Outward. Okay. So this system, the only thing it does, you have the centrifugal force, forces some weights out, and as a spring which presses them back in. And then you have the throttle lever, and that's attached to the spring, which presses this mechanism back in, and the weights are pressing it out, right? So if the RPMs are getting higher, yes, the weights are going out, and the throttle will be less, right? So it is to maintain the same RPMs. That's the idea. So you set the RPMs in like 1000 RPMs. And as soon as much more load is applied to the engine, the RPMs would drop. But because of these weights going in, it will start giving more throttle. So the RPMs will stay on 1000 RPMs, for example. So that's pretty much how the system works. Well, I hope it's a little bit understandable in English. But well, we have a drawing, of course, over here. Yes. Yeah. 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 This we draw this at first. Huh? You see the camshaft, the plunger, the flow port, the check valve. The fuel goes there to the injector, and then we draw this thing. That's the governor system. Over here we have the throttle. It's connected with the spring to this governor lever. Aye. And this thing is the throttle. And if it push like this, it's more throttle. That's also here. You see, if you move this, well, you pull the spring, you give more throttle. Over here you have the weights, the balls. They want to move out and press this plate that side, that direction. So if the balls move out, they want to give less throttle. But if you push this one, you give more throttle. It's in balance. You have on this side the spring, over there the weights, and the quotation of that makes how much throttle it gives. You see this also on lawnmower engines, for example. Yeah, it's
it's a very nice system, because if you you're walking through the garden with your lawnmower and the grass is like this, and it goes like boom, and then you go in the higher grass, it is boom, it goes like that. Because if it goes in the high grass like this, oh, and it does not have a governor system, and then the grass is like this, it goes like bang, and then your crank case explodes and everything flies away. So that's a nice system. On the other hand, if it goes like this, whoa, in the small grass, and then you go in the high grass, then it goes like something like that. So it's a nice system. It's like a cruise control, like you said. Yeah, cruise control for RPMs. Yeah, something like that. Okay. Yeah. Well, then we explained that. After that, we took out some of the injectors. And that's about it. Ja. Excellent. Oké. Nou, mooi. Ik zou zeggen, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende.